Fauke Scholten, want die heeft van zich laten horen. Ja, voor het eerst eigenlijk. Vorige week woensdag kwam natuurlijk dat bericht binnen dat hij ernstige maag- en darmklachten had en dat hij met spoed naar het ziekenhuis moest. Nou, dat bleek niet ongegrond te zijn achteraf, want hij laat weten te kampen met een buikvliesontsteking die zijn darm gedeeltelijk geperforeerd heeft. En zodoende kon er eten vrij de buikholte, buikholte ingrijpen, wat is gaan kleven aan zijn maagwand. Dus dat is gewoon levensgevaarlijk. Sterker nog, zijn arts zei zelf, dat had ze dood kunnen worden als hij daar nog langer mee had gebracht. Hij heeft heel lang pilletjes geslikt om de pijn maar te onderdrukken. Maar ja, hij is echt ertussendoor geglipt, als het ware. Oeh, en nu? Ja, nu moet hij even herstellen. Vandaag laat zijn manager weten dat zijn concerten in september allemaal zijn geannuleerd. De concerten in oktober staan voorlopig nog. Ze kijken per dag hoe het gaat met Bauke. Maar ze verwachten ook dat hij eigenlijk in oktober nog niet hersteld is. En nou, dat ze dan toch nog top, wat dingen moeten gaan verzetten. Maar ik denk wel dat we daar rekening mee moeten houden. Want dit is wel vrij ernstig. Nou. Dus ja, nogmaals, Bauke, van harte beterschap. Zo is dat.